Kitty. It's a schatty. Hallo allemaal. Welkom bij een nieuwe video. Ik sta nu bij de zadelkasten. En ik ga mijn kast even openmaken. En Michael, mijn vriend, heeft gisteren mijn spullen in de kast staan. Want ik ging logeren. En zei, oh, ik ben het wel op. En ik ben best wel rommelig met sommige dingen. Dus ik weet niet hoe die er zo ingestopt weet. Want ik denk eigenlijk dat het een beetje een wraakactie is. Dus ik ga zo mijn kast openen en dan hoop ik dat het meevalt. Ik ga zo even rijden met Tinky. En het is vakantie voor de kinderen, zeg maar. Maar ik ben pas 2:30 te beginnen op werk. Dus ik dacht, ik ga lekker 's ochtends rijden. Dus ik neem jullie lekker mee. Ik heb gisteren dus gelogeerd en dat ging supergoed. En deze week heb ik niet heel veel bijzonders gedaan. 2 keer gelogeerd en 1 keer zonder zadel, gewoon een beetje gehobbeld. Dus vandaag gaan we even goed aan de bak. Dus we zullen zien hoe het gaat. Dus veel plezier met kijken. En zaterdag ben ik op buitenrit geweest. En als jullie me op Insta volgen, hebben jullie kunnen zien dat ik toegevallen ben met Tinky helaas. Dat ze gleed uit, want we waren aan het galopperen en ze moest terug naar draf. En toen wou ze niet. En toen kwam de weg eraan en toen gingen we door de bocht en toen zijn we uitgegleden. En dus ik had op mijn rug geknapt en mijn been zat ertussen, maar het is gelukkig goed afgelopen. We hebben geen... Nou, ik heb nog last van mijn nek. En Tinky heeft gelukkig niks en alleen heel erg geschrokken. Maar gelukkig gaat het goed. Dus ja, ik dacht dat meld ik jullie ook even. Want ja, bij ons gaat het ook wel een keer fout, ook al lijkt het misschien niet altijd zo, maar ja. Oh. Hij zei dat hij mijn hoofd zat, die dat opgewonden, maar heeft hij het dus wel gedaan. Gelukkig. Bijna slapeloze nacht. Nee, grapje. Maar oké. De rest moet ik wel even een beetje opruimen. Want ik zei, gooi dit er wel op. Want dit hangt normaal hier. Maar dat moet op zo'n manier hangen dat het net past, zeg maar. Dus ik dacht, dat doe ik zelf dan wel. Maar ja, ik vind het al lang lief dat hij het wel opruimen. Dus ik ga dit eerst even een beetje fixen. En dan gaan we naar Tinky. Ik heb Tinky al wat muesli gegeven. Dus ja. Nou, ik ben met Tinky. Hallo. Hey. Ik ga wel even nieuwe vlechtjes doen, denk ik, want je bent een beetje wild in je haar. Ja. Ik ken deze helemaal, kus. Kijk, het is een beetje wild. Even snel opnieuw vlechten. Ja. Nou, Tinky, ga je ermee uit? Gaan we poetsen. Staat dat zo schattig te wachten. Kom maar. Ja. Probeer het nou elke week dan? Ja, probeer ik wel. Soms lukt het niet, maar ik vind het wel grappig. Ik vind het wel leuk om te doen. Ja, dan moet ik even poetsen en opnieuw vlechten en dan gaan we opzadelen. Zo, nou, manen zijn uitgeborsteld. Dus dan gaan we even opnieuw vlechten. Hé, hey, poepie. Tinky heeft weer een nieuw vlecht. En volgende week doe ik na het rijden weer vast wel medestiekjes liggen. Want ik heb mijn kast en ik heb zin om terug te lopen. Dus die doe ik wel na het rijden. Dus die even lekker los. En gaan nu poetsen, want mijn voetjes zitten strootjes in. Dus ga ik poetsen en dan gaan we opzadelen. Nou, Tinky is opgezadeld en ik zet een hoofdstootje in. Dus we kunnen gaan rijden. Dus ik ben vooral even goed aan de bak te gaan vandaag. Dus tot ziens. Tinky heeft een paarse dekje om. Nou ja, natuurlijk dat mooie hoofdstel. Hé, wacht hem. Nou, ik heb mijn paarse, hier staat trouwens aan. Een grijze rijbroek en een pinkie lazen. Dus, we zijn er klaar voor. Ja. Die staat hier. En dan ga ik even lekker rijden. Ja. Ik heb er zin in. Nou, ik begin altijd eerst eigenlijk met gewoon even een paar minuten aan de lange teugel stappen, want ze staan natuurlijk op stal. Dus dan is het wel fijn om gewoon even goed even los te worden. Anders, ja, je gaat zelf natuurlijk ook niet snel opstaan meteen kaart aan de bak. Dus even lekker kalm aan. Nou, het is nu bijna 12:00. Dus, eens zien. Even de muur. Dat is een mooi setje. Maar ja, dan gaan we nu even lekker rijden. En ik heb de hele week nog niet met zadel gereden, want de meneer heeft even aparte openingstijden. Door omstandigheden. Dus ik ben 7:30 vrij en de meneer ging om 8:00 dicht. Dus dan ging ik 2 keer gelogeerd.
En één dag heb ik dan zonder zaal even snel gereden. Want ja, op zaal duurt natuurlijk iets langer dan in Joost. En duw even een borstel erover en even een rondje hobbelen. Maar ja, we hebben ons wel vermaakt. Dus maar ja, vandaag hoef ik dus laten beginnen. Dus ik had 's ochtends wat tijd. Mooi, dan kan ik 's ochtends even gewoon lekker normaal rijden. Dus ga even een beetje aan de bak. Ook weer niet, want zeg natuurlijk nou 4 dagen. Of nou ja, 3 dagen natuurlijk gewoon. Nou ja, gewoon beweging gehad, maar niet echt hard getraind, zeg maar. Dus dan doe ik altijd wel wat rustiger aan weer. Dus we zullen zien hoe het gaat. Maar goed, ik neem jullie mee. En ik zet mijn camera straks wel even neer na het losrijden om een stukje te filmen. Dus veel plezier met kijken. I've been staring at the edge of the water. Long as I can remember. Never really knowing why. I wish I could be the perfect daughter. But I come back to the water. No matter how hard I try. Every turn I take, every trail I track, every path I make. Telling how far I'll go. Dus ik ben een klinkje aan het uitstappen. En ja, het ging super goed. We hebben op zich best nog wel veel gedaan eigenlijk. En ik heb nu 3 kwartier gereden. Dus even uitstappen en dan zit ik klaar. En een goede tip trouwens, als je na het bos rijdt of als je een paar oefeningen gedaan hebt, ga eens een keer gewoon stappen met lange teugen. Want dat is goed voor de rugspieren. En dan gewoon weer oppakken en verder gaan. Dat doen we eigenlijk een paar met Tinky. En dat ja, werkt eigenlijk best wel fijn. Dan kunnen ze even van alles loslaten en dan pak ik hem gewoon weer op. Dus dat is een goede tip om een keer te proberen. Dus ja, ik ben tevreden. Dus ik ga nu uitstappen en dan ga ik afzadelen. En dan ga ik mooi netjes vullen en dan ben ik weer klaar voor vandaag. En mijn tikje is lekker nat. En ik zweet me ook kapot. Ja, ik heb het gedaan. Nou, ik denk die staat weer op stal. Ja. Ja, je moet je eten nog. Er zit nog niks in. Nee. Jammer. Ga ik even alles opruimen, ga ik mooi netjes vullen en dan zijn we klaar, Tink. Ja, ik vind je best gedaan. Dus ik ben trots op Tink. En ze heeft helaas een wondje. Al een week of zo, maar ze schuurt. Altijd aan die tralies. Kijk, zie je een klein wondje. Ja. Dus ga ik kijken of ik dat een beetje zalf kan smeren of zo, maar ja. Dat is niet de bedoeling, hè? Nee. Tukkie. Nou, dan zie ik je volgende week. Zal ik even eten pakken voor je? Wil je eten? Oeh, jawelle. Klaar. Mom. Het papje. Lekker. Assu. Nam nam. Heb je geen honger? Nee. Ja, ze hebben nu ander soort hooi, maar voor mij filtert het meer. Of zo. Het is niet zo'n trek als eerst. Maar ja, ik geef alles opruimen. Ja. Oh, cutie. Het is zo schattig. Nou, dan ga ik nu even Tinkie al hornetje. Tikkie. Tinkie. Ja, cutie. En dan ga ik mooi netjes nu even vullen. En dan ga ik weer naar huis, want ik moet straks werken. Nog even wat eten. Als het goed is, mijn vriend straks 2 water op en zo. Dus dan kunnen we meteen eten. Ja. Yeah.
jullie. Dus dat ga ik nu even doen. Nou, even snel mijn hooi net vullen. Hallo paardjes. Het is best wel lekker weer volgens mij. Ik heb ook best wel warm. Ik heb mijn jas al wel aangedaan, maar oh, ik heb het echt heet. Het is echt mooi weer. Oh, er zit een vlekje op mijn lens. En daar is hooi. Hooi net zijn gevuld. Die ligt daar. Dan breng ik ze naar stal. Dan gaan we het drinken nog even gedag zeggen. En dan ga ik naar huis. Nou, bedankt voor het kijken naar deze video. En tot volgende week. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. En vergeet geen duimpje omhoog te doen. En te abonneren op deze video. En tot volgende week. Ik denk. Doei doei. Doei doei. Yeah. Nam 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 nam.